nee, stop. Oh shit, oh shit. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 LSPD Warmorgen en vandaag ga ik op pad met deze ambu. Dat is de Crafter Ambulance, er zit ook luchthoren op en alles. Hij is natuurlijk van Ido en van Enno Mods. En de skin die erop staat is gemaakt van RPR underscore Luke, meen ik. Of Luke underscore RPR. In ieder geval linkje naar zijn Instagram in de beschrijving. Super tof ervoor Luke, en of super tof dat je die hebt gemaakt. En bedankt daarvoor. Ik krijg de eerste melding voor een persoon niet aanspreekbaar. Wat ik al zei, er zit dus een luchthoren op, dus die gaan we zeker vandaag gebruiken. Maar eerst gaan jullie nog even de voertuigcontrole zien die ik zojuist al heb opgenomen. Anders zijn we die natuurlijk weer vergeten en dan moet je hem niet hebben. Dus die zien we eerst en dan, daarna gaan we meteen door naar een persoon niet aanspreekbaar. Nou, hopelijk is het video, de video met de, gelukt. Met de voertuigcontrole, want soms wil dat nog wel eens niet lukken. Het is in ieder geval druk, dus we gaan zien of we veilig door het verkeer kunnen komen. Nou, dat was de luchthoren. Zeer druk. Maar het verkeer werkt goed mee. Nou, nee, dank je. Denkt hij, geloof ik. Ah, trouwens, nieuwe uniformen, hè? Die hadden jullie nog niet gezien. En ik ben alleen vandaag, waarom? Omdat het kan. Hoi, ja, oké, ik ga wel kijken. Ze zijn niet aan het reanimeren. Of ze kunnen niet en snappen niet dat ze moeten reanimeren, of het is geen reanimatie. We gaan uit van de tweede. Ja, hij is wel dik hè, die Crafter. En die uniform vind ik ook echt vet hoor. Dus die zijn van Daan, heb ik die gekregen. Hij heet Daan op Discord. Nogmaals, ik weet dus niet of hij... moment hoor. Allemaal goed daar. Wacht even. Ik weet niet of hij een andere naam heeft, Daan. Even kijken. Dat is een vrouw, zeg meneer. 42. Een beetje blauwig van kleur. Kort van ademig. Pijn op de borst. Koud zweet. Voedselallergie. Bekend met hoge bloeddruk. Heeft in het verleden een hartinfarct gehad. En ze is gevonden op straat. Nou, deze symptomen allemaal kunnen ook wel weer een hartinfarct zijn. We kunnen natuurlijk geen ECG'tje draaien, dat is een elektrocardiogram, oftewel een filmpje van het hart. Dat kunnen we dus niet doen. De zuurstof in principe was heel klein beetje te laag. Dus we gaan wat zuurstof toediening geven. Hypertensie, dus te hoge bloeddruk, was in dit geval niet aanwezig. Dus daar gaan we ook niks voor geven. En dan gaan we
toch maar, ondanks tot het, het leven, zeg maar, die was geloof ik 84. Nou, dat is best hoog voor, ik heb ook al mensen met 10 of zo in deze mod gehad. Dat is best hoog, maar we gaan toch maar met spoed naar het ziekenhuis. Puur omdat het mogelijk dus een hartinfarct is. Laten we daar even van uitgaan. En dan moet het zo snel mogelijk worden verholpen. Het leven is 83, hartslag 86, bloeddruk 120 over 85. Mooi afgerond dan. Of ja, heb ik even afgerond en dat is een heel mooi bloeddruk. Dus we gaan richting het ziekenhuis. En die ligt hier achter. Sint Fiacre Hospital. Blijkbaar. Nou, dan gaan we niet met spoed. Of ja, laten we blauw even aanstaan als we oversteken en dan laten we het daarbij. Aankomt ziekenhuis en doe je deur dicht. Zo. Ik heb vandaag eens geen collega gepakt. Beste mevrouw, jojojojojoj. Waarom niet? Ik weet niet of ik dat nou net al had gezegd. Nee, daar had ik gewoon even geen zin in. Want dan krijg ik de collega's wel weer de oude pakjes. Misschien moet ik eens vragen. Of Daan misschien ook de pakjes kan maken voor de huidige ambu-uniformen. Of een, iemand anders die skins maakt. We gaan nu naar een reanimatie. Nee, 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 stop. Oh shit, oh shit. Oh, ik zag het gebeuren. Maar ik had, zo, ik had niet verwacht dat hij me daadwerkelijk ging aanrijden. Meestal gaat het altijd om een klein schrammetje of gaat het net goed. Maar mijn stuur vond het niet zo leuk. Reanimatie telt natuurlijk elke seconde en het zou fijn zijn als omstanders of politie of brandweer al zijn begonnen. Maar anders zijn wij ook super snel daar. Zoals jullie merken scheuren we door het verkeer. Ik vergeet alleen mijn knipperlichten. Daar komt de politie. Altijd netjes afremmen op elk kruispunt, hè. Dat is wel de bedoeling. Zelfs tot 20 km per uur terug. Maar ook dat, maar... Nee, maar hoe moet ik zeggen? Maar dat doe ik dan wel niet. Dat gaat me echt te ver. Dat vind ik echt te langzaam, heb ik al een paar keer gezegd. Dat ik best realistisch probeer te rijden en waarschijnlijk, al zeg ik het zelf, ook wel realistisch rij. Maar verder... die 20 km per uur richting of op een kruispunt aantikken, dat doe ik dan maar niet. Kijk, dan zou ik nu nog twee keer zullen of nog de helft van de snelheid wat ik net reed moeten rijden. Ja, dan sta je bijna stil voor mijn gevoel. Dus ze zijn de reanimatie gestart. Oei. Let me take over. Gracias. Ja meneer, het zou wel leuk zijn als er iemand naar je toe komt en dan ook iets zegt. Maar misschien moet ik ook wel op een knop drukken of zo daarvoor. Maar ja, nu toe ben ik daar nog niet echt helemaal achter.
Stik je wiels trouwens, hè, tot die wielen ze blijven staan. Leuke toevoeging. Ja, deze is dood inderdaad. Opladen AED. Reanimatie succesvol. Shocklozen meenemen naar ziekenhuis. En dan gaan we. Wat is hier los waardoor iedereen stilstaat? Ik kan beter even blauw uitzetten en dan het verkeer rustig hun weg laten gaan. En dan aanzetten op het moment dat je je plekje hebt gevonden. Anders sluit de file zich alsnog aan en dan sta je weer vast. Handige tip die ik al een paar keer heb gegeven. Ik heb vandaag al meerdere dingen gezegd die ik al een paar keer heb gezegd. Want dat besef ik wel. Maar ja, nee, ho ho ho, dat gaan we niet nog een keer doen. Hè. Ja, dat weet ik ook wel. Maar er zijn natuurlijk altijd andere of nieuwe kijkers. Zo, aankomst ziekenhuis met patiënt. En dan laatste melding nemen we dan nog aan en dan gaan wij de video afsluiten. Waarom ze kort zullen jullie misschien denken. Misschien is die alsnog lang hoor, de video. Maar dat komt omdat ik natuurlijk fulltime werk nu. En in de zomer, want ik heb geen vakantie, jullie lekker wel. Oh ja, heerlijk jongens, ik niet. Ik heb vandaag mijn vrije dag, ik mag morgen en overmorgen en de dag daarna en de dag daarna en de dag daarna geloof ik weer allemaal... ochtenddiensten, avonddiensten, nachtdiensten, noem maar op. Dus ik neem deze video dan ook echt gewoon op dinsdag 29, of nou nee, dinsdag 30 juli op. Terwijl eigenlijk vandaag dus ook dinsdag een video online zou moeten komen. Ik heb besloten om dit op te nemen, want het is nu 1:15. Om hem, ja, misschien op dinsdag om 2:30 dan. Maar ja, dan zien jullie dus vandaag vanmiddag zometeen om 2:30, of nu eigenlijk voor jullie. En anders gewoon op woensdag. Misschien dat ik hem toch maar dinsdag doe. Dus vandaag voor jullie zometeen. Hey, nou, ik zeg steeds zometeen, maar voor jullie nu gewoon. Jee, leuk. Maar voor de rest heb ik dan ook daarna weer geen video's meer klaarstaan voor de komende dagen, weken. Dus het is niet de ideale zomer zoals de vorige zomer, waar ik gewoon op begin van de zomer eigenlijk al de hele reeks video's klaar had staan. Maar ja, soms moet het, hè. Werken bedoel ik dan. Wederom persoon niet aanspreekbaar. Het zijn tenminste meldingen die goed gaan. Hoi. Goeiedag meneer, wat is er aan de hand? Ja, er is wel iets aan de hand, want zijn leven is 47. En nogmaals, hè, dat heb ik ook een paar keer gezegd, maar ik ga er dan van altijd uit dat 100% het maximaal is en een 47 redelijk laag. Even kijken. Man, 38 jaar, een beetje kort van adem. Of een beetje blauw van kleur in verband met zuurstoftekort waarschijnlijk. Kort van adem. Pijn op de borst. Koud zweet. Voedselallergie. Astma is bekend met hypotensie. Lage bloeddruk dus. In dit geval hyper is te veel. Hypo is te laag. Hij heeft niet zo'n goed nieuws gekregen. Daarna is hij waarschijnlijk gaan liggen, wat dat betekent, en heeft hij pijn op de borst gekregen. Dus het zal vooral stress zijn. Ja, dus dan gaan we medicatie geven. Ik moet nog eens even kijken naar zuurstof. Maar misschien hoeft hij dan
niet... Ja, nee, we gaan hem toch maar meenemen zonder spoed. Natuurlijk, de stress verklaart het wel een beetje. Zo te zien. En dan wat zuurstof geven. Ter ondersteuning dan maar. En dan gaan we daarna naar het ziekenhuis waar we net vandaan kwamen. Ja, let's go. Bedankt hè, omstanders. Jojojojoj. Ja, en zo kwam ook vandaag het nieuws dat een van de Volvo XC90 ambulances, van de twee die er zijn, de sloot in is gereden. En die foto komt nu in beeld. En dat is zonde. De collega's maken het goed. Of ja, collega's. Ja, het zijn vandaag collega's van mij. Die maken het goed. En er zat geen patiënt in. En wat ik zelfs nog begreep, zou die gemaakt kunnen worden. Dus is die niet afgeschreven. Dat is altijd fijn. En dat is hopelijk ook een service die je van Volvo krijgt. Dan bedoel ik eerder van niet tot Volvo de hele ambu gaat maken. Want dat is Nilsson die dat opbouwt en zo. Maar eerder tot Volvo toch wel misschien na een boom nog te redden valt. Sneller dan misschien een... wat is een slecht merk? Nou, ik... wat is een goedkoop merk? Laat maar zitten, ik weet geen namen, maar in ieder geval, er is natuurlijk wel een verschil tussen een Volvo en een goedkope Kia. Ik zeg maar iets. Dus misschien dat die Volvo sneller en beter te maken valt dan zo'n goedkoop Kiaatje. Maar goed, dat weet ik eigenlijk niet. Maar hij was dus wel nog te maken en hopelijk dat ze dat ook dan gaan doen. Maar dat las ik dus wel. Want het zijn in principe mooie dingen, ze zijn alleen wat klein. Maar ze waren nog steeds de proef aan het draaien. En het is natuurlijk aan hun of zij daarmee verder willen in de toekomst of niet. Maar het zijn geloof ik wel dure auto's hoor. Zo, aankomst ziekenhuis. En ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik zie jullie graag een paar dagen bij een nieuwe video. De skin weet ik niet of die gereleased wordt. De crafter is al gereleased. Maar er komt nog een crafter 2.0. Dus daar kunnen jullie... met geduld op wachten en ik zie, ja, ik neem aan dat hij trouwens komt. Edo bedankt voor de crafter, maar natuurlijk ook Animods. Samen hebben ze deze crafter gemaakt. En tot de volgende video. Doei!